And the Lord shall bring thee into Egypt again with ships. By the way whereof I speak unto thee, thou shalt see it no more again. And there ye shall be sold unto your enemies. For bondmen and bondwomen, and no man shall buy you. Niemand gaat ons redden, want niemand kan ons redden. Nu wanneer ze problemen hebben, wanneer ze zien de witte mensen, wanneer ze zien die Chinezen verkopen elkaar als slavernij om de Chinezen heen, gaan ze weer denken, ja, mensenrechten, dit soort shit, ja, hoe komen die Chinezen bevrijden? We willen niet dat ze verkocht worden. Of wanneer ze één kind policy hebben, komen die witte mensen weer in de shit. En daar hebben ze het bemoeien ze ook in Brazil. Ze bemoeien overal. Maar die grap is, niemand kwam ons redden toen wij in slavernij waren. Niemand kwam ons redden. Die Afrikanen niet, die Chinezen kwam ons niet helpen. Geen enkele ras kwam ons helpen. Maar anyway, wij zijn de enige ras die in slavernij zijn geweest. Die als schepen. Helemaal Joel van je. Joel. Heb je op school geleerd dat ze onze vrouwen kunnen verkopen voor wijn? Nee? Kijk, dat is niet grappig, dat heb ik wel geleerd op school, want ze hebben me geleerd dat onze vrouwen verkocht werden voor wijn. Dus neem het ene ras op de aarde gebeurd. Dat gaat de Bijbel uitleggen wie die ras is. Joel, chapter 3, verse 3. And they have cast lots for my people. Ze hebben loten voor onze mensen. Ik denk dat ze $1 voor een nigger, $2,000. Toen was het $1,000 voor een nigger. Hey, $1 voor een nigger, $3 voor een nigger. Sold to the gentleman in white. Hey, and have given a boy for a harlot. We zijn gelijk aan want ze kunnen onze jongens verkrachten. Dat doen ze tot de dag van vandaag. Waar ze neuken en de kinderen, de kerk en zo. Dan kan je nagaan wat ze met onze jongens deden in slavernij. En onze vrouwen en onze kinderen. Want we zijn een pedoras, liggen lesbiras, homo. And have given a boy for a harlot and sold a girl for wine. Ze hebben onze vrouwen voor wijn verkocht. That they might drink. Verse 6. The children also of Judah and the children of Jerusalem allemaal have ye sold unto the Grecians. Hebben ze verkocht naar de Grieken. Wie zijn de Grieken? Die witte mensen. Hallo? Dus laat je zien wat dit is. Ze praten wat ik lees nu. The children also of Judah Negros and the children of Jerusalem. Dus deze drie en deze negen have ye sold unto the Grecians that ye might remove them far from their border. Ver van onze grens heen. We zijn nu aan de andere kant van onze grens, want we worden hier zo. We zijn hier zo gepost. Het is geen logboot waar we opkwamen. We kwamen op slave ships, hadden we? Ja, dat was. Verse 7. Behold, I will raise them out of the place whither ye have sold them. De Most High gaat ons van hier zo weghalen, waar we verkocht zijn. And will return your recompense upon your own head. En zal je recompense van je own head zetten. Dat betekent, jullie gaan slapen en worden van het zeggen. And I will sell your sons and your daughters into the hand of the children of Judah. Dus maak je alvast klaar om met de ketting te lopen. Dat je een white girl trek je de nek. Heb je die film gezien van Samuel L. Jackson? Die white girl in chains. Black Snake Mamba ofzo. Iets met Mamba. Black Snake Mamba of zo. Die film van Samuel L. Jackson had hij een white girl in ketting. Kijk, dat gaan wij doen met hun. Nee, toch? Gaat hoor. Maar dat gaat de Lord doen, dat zegt hij. And they shall sell them to the Sabaeans. Wij gaan hun verder verkopen, als je hun. We gaan hun gewoon verkopen, maar niet alleen hun. Die Arabieren ook. Dat bestaat zo op Palestine, dat hebben we niet gelezen. Maar dat wordt er wel bij. Palestine. En die Arabieren en die Afrikanen gaan ook in slavernij. En die Chinezen, alle Chinese typen, alle witte typen, alle Arabieren typen, alle Koeni typen, alle typen op de aarde, behalve de Negro, Indiano, dat alleen hun. Want die Mexicanen zijn ook Indianen, Argentinië, weet je dat? Dus alleen deze mensen gaan niet in slavernij. Negro's, Dominicanen, Panama, Guatemala. Puerto Rico, Cuba, Argentinië, Samo-Indianen, Noord-Amerikaanse Indianen, Brazilië, Colombia, Cuba, Argentinië, Chile, Mexico. Alleen hun gaan niet in slavernij.
Mas em 3 de vandese mensen gaan dood. En dat zegt de scripture in de boek van Zechariah. Dat betekent 2 van elke 3 moeders die je nu ziet, die zo gaat dood. Hoe? Die witte mensen gaan ze killen wanneer die New World Order komen. Dat is binnenkort. Want in de Revelation chip. Want in de Bijbel, de laatste boek, we zijn nu in de laatste prophecy, we beginnen te komen. Nu in de laatste prophecy, de paar laatste prophecy die nog uit moeten komen, zijn de chip, de RFID chip. Van je rechterhand of je voorhoofd. Maar dat is de mark of the beast. Dat is 666. Jij valt van je kapitaal. Ja, de currency. Ja, correct. Jij weet van nature, vanaf je kleinzaad bent, je weet 666 is een satanistisch getal, toch? It says Revelation chapter 13, verse 15. And he had power to give life unto the image of the beast. That the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. So should we bow down? That is alvast een van de images, maar dan praat hij zo over die chip. Maar dat is alvast een van die images als je niet bow down naar dat, die Satan shit. Verse 16. And he causes all, both small and great, small and great, rich and poor, rich and poor, free and bond, free and bond, is as in the chilla ben of Ashim is so known, to receive a mark in their right hand, in their right hand, or in their foreheads, or in their foreheads. That betekent je hele hoofd of je hele adem, rechter adem of je voorhoofd. Maar ze gaan die prophecies proberen te opzetten. Want ik heb een paar mensen, ik heb gehoord dat een paar mensen die chip hier hebben gezet. Maar dan gaat het je verder uitleggen wat het is. Dan ga je weten van, oh, dat is het. And that no man might buy or sell. En dan kan je niet verkopen of kopen. Save he that had the mark. Als je die mark of de beest aan hebt, maar dan gaat het door. Dus de vertelt je, die merk van de beest is een bepaald geldsysteem. Yeah. Waarom zie je, de euro gaat naar beneden, de dollar is beneden. De internationale bankiers doen dat, dat ze een chip maken. Ze een chip in mensen zetten. Kunnen scannen. Over chipkaart. Dat ze allemaal stappen naar dit profetische chip. And that no man might buy or sell, save he that had the mark. Dus als je die mark niet hebt, dan kan je niet buyen of sellen, pardon. Or the name of the beast. Name of the beast, pardon. Or the number of his name. Dit is de nummer van zijn naam. Here is wisdom. Dus alleen als je wisdom hebt, ga je het verstaan. We leggen sommige mensen ditzelfde dingen. Ze zijn stupid. Ze denken, ik heb dat al op internet gezien. Hallo? Let him that have understanding count the number of the beast. Dus je moet nu die nummer vertellen, hallo? For it is the number of a man. Het is een nummer van een man. Dus je weet, de devil is een man. De devil betekent misleider, deceiver. En Satan betekent adversary, betekent tegenstander. Wanneer wij zeggen die white people zijn de devil, moet je niet denken zo. Ze hebben rood en ze zijn shit. Ze gritan, dit is shit. Maar ze zijn wel rood, maar ze zijn niet wit. Maar ze zijn wel rood en ze weten dat, ze, dat de devil rood is. Daarom doen ze het in die tekenfilm. En hij komt altijd met een contract. En welke ras op de aarde komt met een contract? Sign je koude naam en ik fucking neem je hele leven. Dat hebben ze gedaan met Mike Tyson. Dat hebben ze gedaan met Michael Jackson. Ze hebben dat gedaan met iedereen. Je moet alleen hier tekenen. Kan. And his number is 600. 600. 3 score. 1 score is 20, dus 3 score is 60. And 6. En 6. Dus dat betekent 600, 60, 6. 666. Dat is die mark of the beast. En dat is die qualified chip code. Dat is die code van die qualified chip. Ik had een nieuw one, waar een fingerprint. Ja, dat hebben ze nu. Ze hebben nu een fingerprint. Ja, nu hebben ze een fingerprint ding, het begint dan. Ze hebben nu een fingerprint ding, dan kan je chippen, pinnen.
En gewoon met je vinger afdruk. Maar wat voor crime gaat dat creëren? Het gaat crime creëren van, ik roof jouw vinger. Ik ga jouw vinger snijden ja. En dan doe ik dat. Dat soort crimes kweken ze. Kijk, je bent niet dom. Je weet, het zijn cycle motherfuckers. Vooral in Amerika. Ze gaan gewoon je koude arm kappen. En ze scannen je fucking vinger. Gewoon ze gaan in de winkel. Ze scannen met je fucking vinger. En dan gaan ze eruit. Dat soort crime gaat het kweken. Maar het gaat niet zo lang tijd gaan. Want de wereld komt aan het einde. Hun wereld komt aan het einde. Onze wereld gaat beginnen. Als je weet, gaan ze met die chip komen. Dit gaat je een beetje tijdens het uitleggen geven. Wat was het? Wat is het? Hier? Dit hier zo. Het staat hier zo, dit is mijn site. Hier van hier zo'n chip op Daily Motion. Daar ga je gewoon de elders checken. Gewoon rustig. Dan zie je allemaal uitleggen in Tori. Dus dat is het veel beter. Dan kan je gewoon rustig op je eigen tijd gaan checken. Want kijk, dit was even checken. Dit zijn die laatste dagen, weet je waarom? Yeah. Want volgend jaar in maart 2013, gaan ze die chip implementeren. Weet je wie het gaat doen? Obama. En je moet niet denken omdat Obama een black man is, hij gewoon moet je blij zijn. Nee, hij is eigenlijk van dezelfde nation die ons in slavernij heeft gezet. Hij is een Canaanite. Sowieso die Afrikanen zijn onze rassen. Ga je voorbeeld geven? Waarom is een Chinees geen Japaner? Waarom is een Turk geen Arabier? Of een, weet ik nog alweer, een Sri Lankaans? Je weet toch Sri Lankaans? Waarom is het geen Hindustans? Ook Afrikaans. Maar een slavenafstammeling is wel een Negro. Ik bedoel, het is wel een Afrikaan, dat klopt. Zoals ik je net heb gelezen, de voorvaders van de Negro's is niet Ham, is geen Afrikaan. De Hebrews zijn donker. En dit is gewoon een boek dat je kon krijgen. Er is een nieuwe versie hier van waar ze het weg hebben gehaald. Kijk, zo slim zijn die witte mensen. Daarom zeggen ze de Bijbel is herschreven steeds toch? Het is de Old English. Als je die nieuwe translation gaat halen, is dit weg. Is het weg. Daarom zeggen ze altijd, ja, de Bijbel is herschreven. Oké, ja, dat is waar. Ze hebben het hervertaald. Maar het is goed vertaald in de Old English. Want in deze staat zo, King Solomon zegt, I am black. Job zegt, I am black. Maar in de nieuwe versie staat er zo, I am tan. Wat geeft dat in? Dat geeft dat in dat hij eigenlijk een lichtkleurige persoon is die hij heeft. Dat staat niet hier. Dat staat hier, hij is black. Er zijn veel dingen hier zo. Maar bijvoorbeeld ze zeggen, weet op, dit is een witte boek toch? Dan ga ik je voorbeeld geven. Hier staat, als je gele haren hebt, ben je vervloekt. Als je witte huid hebt, ben je vervloekt. Nee, als je gele haren hebt, ben je unclean, ben je niet zo spiritueel. En als je witte huid hebt, ben je vervloekt. Is een zin, is een zonde. Dus die grap is, waarom denk je dat Hitler aan de Bijbel zou vragen? Als de Bijbel echt witte mensen was, Jezus is wit en God is wit. Jezus is een naam, maar ik geef je niet voor. Want die naam staat daar, Yahweh Shai. Dat is niet echt een naam. Alleen van die naam kan je gered worden, want dat staat in de scripture. Maar als Jezus echt wit was, ja, en God echt wit was, en alle profeten wit waren, zou Hitler, want Hitler was de supremeste racist, weet je toch? Hij was een witte supremist. Zou hij dan niet zeggen, kijk hier, mijn God is wit, witte lijstje. Maar hij kwam erachter, Jezus, want het staat hier. Hij heeft haar als wol, hij heeft als bras. Net of als het gebrand is in de oven. Zelfs als je een wit stuk papier pakt en je gooit het in de oven en je haalt het erin. Wat voor kleur is het? Oké, dat bedoel ik. Maar hij had de huid van bras, dat is brons. Daar is het niet grap. Toen Hitler dat was, en hij haar als wol, weet je wat hij deed? Hij zei tegen zijn mannen, brand alle koude bijbels, brand alle bijbels in de wereld. Hij heeft het huis gedaan. Brand alle koude bijbels in de wereld.
Maar die wil niet dat deze troep naar buiten komt. Maar die witte mensen van Amerika waren stom. Waarom? Hun zeiden zo, nee, ik wil het boek ook lezen. En daarom hebben wij het nu. Maar hun gingen tegen elkaar vechten. Ja, hij is stupid. Hij wou ze redden. Hij wou, als hij de baas was, had hij ons, had hij ze gered. Want dan hadden wij deze troep nooit. En lekker al die labels kunnen veranderen. Maar die andere witte mensen zijn stupid. Wat dachten ze? Ze dachten, ik wil het leuk boekje ook lezen. Ik wil niet dat je het geniet. En daarom hebben wij de Bijbel nu. Nee toch? Maar dat is spannend. Hey. Ja, maar check die Tori. Altijd man. Ja, man. Good to go. What? Good to go. Good to go. You are my father. Good to go. What do you mean? Good to go. Good. It's a good thing that Jake listened. You know that. I know that, brother. Because really, when Jake come up and he listen, he do not listen to us. He listens to the Most High. Yeah. Because we speak the Most High's words. This shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Dus binnenkort, iedereen die gevocht heeft tegen de zogenoemde Negro's, Indianos, Latinos, gaat gebrand worden in een nucleaire bom. En als je hier schuilt in Nederland, de Most High gaat een missel precies op jou sturen. Met je naam erop. Want jij bent een van degenen die vroeger in de reincarnation, back in the past, heb je gevochten tegen de Nation of Israel. En nu ben je hier in Nederland aan het schuilen. Dus wanneer die wereld wordt dieper, niet omdat je niet in Amerika bent, ga je niet geraakt worden door een nucleaire bom. Want de Most High heeft missiles met guided spirit voor iedereen die tegen de Nation van Israel vecht. In de Nation van Israel zijn de Negro's, Latino's en Indianos. And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Their flesh shall consume away while they stand upon their feet. Nucleaire oorlog komt binnenkort voor faggots, lesbians en dierenneukers. In de Swahili dat kan noemen ze nucleaire winter. Nucleaire winter, maar het gaat de zomer zijn, want het gaat heet worden. Daarna gaat het koud worden, want er gaat geen zon meer zijn. Dus ja, je kan zeggen nucleaire winter, ja. Maar wanneer de zon geblokt is, is het koud, zoals nu. Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. Dan kan je geen shit meer praten. En ook geen future voor je. Verse 13, and it shall come to pass in that day, meaning the day of the Lord, that a great tumult from the Lord shall be among them, and they shall lay hold every one of them, one the hand of his neighbor, and his hand shall rise up against the hand of his neighbor. Dus dat betekent, binnenkort gaan mensen vechten, net als ze nu doen in Amerika. Nu vechten ze in Amerika voor gasoline.
Mensen, stieten elkaar.